Er wordt nog heel veel gepraat beneden, dus dat hoort er ook, dat hoort er ook bij. Maar we gaan beginnen als jullie het goed vinden. En daar heb ik ook wel een goede reden voor. Welkom allemaal. Mijn naam is Mark Smit. En de reden waarom ik hier ben, wil ik graag delen met jullie in een kort filmpje. Ik had geoefend met de knopjes, maar... Ja, ik ben zo weer terug. Dit is voor mij de essentie van dagen als vandaag. Heel veel kleine ideeën. Welkom. Je hebt net het filmpje gemist, maar ik ga nu vertellen wat de essentie is. Dus eigenlijk heb je alleen de visual. Voor mij is een dag als vandaag is een dag vol met ideeën, indrukken, gesprekken. Allemaal ideeën die in je hoofd komen. En sinds ik hier binnen ben, ik ben hier veel te kort geweest vandaag. Dan ben ik gelukkig vorige keer al geweest. Nou, we hebben het al over shockeren gehad. De vorige keer dat ik hier was, was Dance for Life hier. Daar is uitgekomen dat ik bij Dance for Life ben geweest en heb meegedacht over hun fundraising. Ik heb het al over belevingen van klanten en mensen gehad. Dus zo zie je dat op zo'n dag als vandaag heel veel ideeën ontstaan. En misschien om dat te onderstrepen, dan gaan we even verder wat we hier zouden doen. Zijn er mensen in de zaal die vandaag dingen hebben gehoord waarvan ze denken van... Wauw, dat is nieuw inzicht, iets wat ik morgen ga veranderen. Nou, dan gaat mijn presentatie. Wat zeg je? Ondersteunende ideeën. Wat, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, dan kom ik zo weer terug bij jou. We hebben het en dat ging toevallig ook nou over meneer Da Vinci, of liever gezegd de moderne Da Vinci. Ja. Fresco. Dat was heel enerverend en dat ging over het monetair stelsel en over de ideeën die hij had om alle de monetaire stelsels af te schaffen en dan te gaan werken met eerlijke verdeling van alle grondstoffen en goederen die op de wereld te krijgen zijn, om die goed te verdelen over de hele wereldbevolking. Oké. Dat was Jacques. En dat was een heel leuk door. Intro. Ja. Daar kan je nog veel langer over doorgaan. Ja. En mijn idee was, ik wist niet dat er zoveel mensen zo over dachten. Want hier loop ik al een hele tijd mee rond. Ja. En ik vond het allemaal gelijkgestemde in die zaal. Dat gaf mij een warm gevoel. Oké. Okay. Ga je daar morgen iets mee doen? Daar doe ik voor mijn boel mee. Oké. Okay. Dus voor jou is meer onderstreping van wat je al deed? Ja, absoluut. Zeker een stuk verdieping. Wat zei je? Een verdieping. Ja? Oké, okay, ja precies. Meerdere kanten. Ja, vandaag zijn er heel veel mensen die verbonden raken. Dat valt me al op. Ja. Jij had ook... Ja, ook Da Vinci-principes. Als ik een slechte dag heb, heb ik maar 5 ideeën. Een goede dag heb ik 20 ideeën voor nieuwe bedrijven. En dat gaat dag in dag uit door. Ik ben al gestopt. Ja, jouw ideeën gaan over nieuwe bedrijven starten. Ja, gewoon een nieuw concept in de markt zetten. Ja. En ook, want ik ontwikkel ze niet allemaal uit. Ik ben op een gegeven moment gestopt met alles opschrijven. Ja. Papier zelf opdraaien. Ja. Ja. Maar nu heb ik gewoon iets van 20 concepten op de plank liggen die eigenlijk productierijk zijn. Dat wil ik samen met de hogeschool gaan uitvoeren. Ja. En nou met die Da Vinci-principes denk ik, ik moet daarin gaan verdiepen van. Hoe zou je die nou eens kunnen gebruiken om misschien nog meer ideeën te testen? Oké. En ook op een andere manier in de markt te zetten. Hoeveel bedrijven ga je morgen starten? Morgen? Weet ik niet. Nou ja, van de week. Naar aanleiding van vandaag. Naar aanleiding van vandaag. Ik denk morgen nog niks, want ik wil dit niet verder uitleggen. Ja. Nee, maar goed, ik heb wel zeker. Wat ik hier hoor. Sorry dat je. Ja. Want ze zegt dat het ontzettend op de plank ligt. Ja. Ja, dat is een dank voor de vraag. In mijn beleving, ideeën inspireren elkaar, onderstrepen en verdiepen elkaar. En ja, dat is wat ik aan het begin van deze sessie zo wilde gaan doen. Je doet het toch niet alleen voor inspiratie?
Ja, dat klopt. En ik moet zeggen, dit gebeurt mij altijd. Ik heb een hele lage, en ik hoor hier meer mensen met een hele lage inspiratie. Ja, drempel, zou ik bijna zeggen. Gewoon, ik hoef maar mijn kinderen naar school te brengen, ik hoef maar te gaan hardlopen, ik hoef maar te gaan werken. En er komen allerlei ideeën. En uiteindelijk ja, is de volgende stap wel, wat meneer daar zegt, de volgende stap is, ja, wat gaan we er nou mee doen? En dat is iets wat ik vandaag ook mee wil geven. En voordat jullie denken dat we elkaar echt aan gaan vliegen, dit is Michiel Dietvoors, dat is de medegrondlegger van ons bedrijf, Pradia. En wat we doen is ideeën van medewerkers realiseren. En omdat jij het zo goed weet, dankjewel. Ja, wil ik je graag vragen om wat we aan het doen waren, verzamelen. En ik hoorde hier al alles opschrijven totdat je papier vol is en dan gewoon weer verder gaan. Want, ja, precies. Ja, desnoods digitaal. Want in de praktijk heb je natuurlijk een vrij hectisch leven. En je moet af en toe bewust momenten terugnemen. Dan moet je bijna weer leren wat jij net vertelde van om het te verteren in je hoofd. En dus vandaar de tip, schrijf alles op, dan heb je die tijd. En het andere punt is... Ja. Ik wil er nog wel aan toevoegen dat op het moment dat je heel druk bent, en gewoon al die informatie in je kop zit en heel veel tijd in je hoofd zit, dan is er helemaal geen ruimte om die ideeën te ontvangen. Ik zie het gewoon als ik gewoon een radio ontvang. Dus op het moment dat ik in de auto zit en eigenlijk op de automatische piloot zit, dan komt er één keer pop. Ja. Ik heb een dictafoon in de auto liggen, want ja, dan kun je niet schrijven, maar wel spreken. Dus ja. Dat staat hier ook, hè? Ja. Dat je begint met verzamelen, dat komt ergens vandaan. Daarom komen wij in het algemeen ook naar dit soort sessies toe, of luisteren we naar elkaar, of lezen we verhalen. Dat is heel belangrijk, hè? Want het moet ergens, het is een zaadje wat ergens in de grond gestopt wordt en wat gaat groeien. Maar wat wij ook zien, en dat is eigenlijk wat de reis die wij jullie vanavond willen laten maken, is... Als het daarbij blijft, dan had je eigenlijk niet zo goed aan niks kunnen. Het gaat er natuurlijk om dat je die kennis en die intelligentie gebruikt om te veranderen. En we hebben, en dat is ons geloof over ideeën, beter één idee in praktijk dan 10 op een lijst. En dat gaan we laten zien. Ja, en laat je niet stoppen door, stop met uitleggen en doe het gewoon. Ja. He, want jouw buitenwereld, waar heeft die nou weer? Ja, klopt. Ja, en daar heeft mij al van heel veel ideeën tegengehouden, al jaren geleden. Ja. Het was achteraf supergoed geweest, man. Ja. Maar dat zie je wel, ja. Jouw buitenwereld, die remt jou. Hele waardevolle input. En dat is ook waarom wij de eerste stap nadenken. Want hier begint het mee, hè. Dus die dictafoon of Evernote of opschrijven. Het maakt niet uit hoe, maar leg ze vast. Zo in de meest pure vorm waar ze komen. Maar stop daarna niet. De volgende stap is selecteren, want als je nou kijkt naar jezelf of naar bedrijven of organisaties, er zijn altijd meer ideeën dan je vandaag kunt uitvoeren. Dat moet je ook gewoon... Het voorbeeld hebben we, ja. Accepteren, dat er meer zijn. De kunst is uiteindelijk die ideeën bepalen of die ideeën selecteren die volgens jou het verschil gaan maken. En waarom selecteer je nou? Om twee redenen. De eerste plaats is omdat je jezelf... Die morele verplichting op moet leggen om ook iets te gaan doen. Pas als je het besluit neemt, ik ga er iets mee doen, heb je kans dat er iets gebeurt. Als het op een lijstje blijft staan, er is geen enkel idee van zichzelf van een lijstje afgesprongen. Tenminste, ik heb hem nog nooit gezien. Dus die morele verplichting met jezelf aangaan, is de eerste dimensie. En de tweede dimensie is, je moet ook weten waarom je dat gekozen idee uitvoert. En waar wij in geloven is dat je dat moet doen door heel zorgvuldig te kijken naar wat gaat dit idee mij opbrengen. Mij als mens of in mijn organisatie of in mijn bedrijf. Dus gewoon te kijken naar de waarde. Dat ook uit te drukken. Hè. Er is één eenheid die iedereen snapt, dat is euro's. Dus ons advies is druk het gewoon uit in euro's. Maak alles maar geld, omdat je dan die ideeën ook met elkaar kunt vergelijken. En dat is misschien heel plat, maar het is een vergelijk. Dezelfde manier kijken natuurlijk naar wat het kost om iets te doen. En dan heb je een beginpunt van, nou, waarom kies ik dit idee? En ook de dingen die in je onderbuik zitten, kun je natuurlijk uitdrukken in diezelfde eenheid. En natuurlijk doe je daar aannames bij, maar het maakt het lekker tastbaar. En het maakt jezelf bewust van, nou, dit idee doe ik, want ik verwacht deze
opbrengst. Die morele commitment, die morele verplichting naar jezelf, met die waarde bepalen is selectief. En om een voorbeeld te geven, wij realiseren ideeën voor organisaties en dan gaan we altijd naar de medewerkers toe vragen, wat zou jij veranderen? En dit is een voorbeeld, dit komt vaker voor, iemand die zei, we moeten iets doen aan die smerige koffie. Nou, ik heb in mijn leven al heel veel ideeën voorbij zien komen en deze is niet heel concreet. We moeten iets doen aan die smerige koffie. Nou, dat is een breed verhaal. Hè? Dus, en vervolgens vroeg hij naartoe, ja, en dat zeg ik al heel lang. En dat gebeurt nooit wat. Ja, dat laatste had ik geraden, want dat is niet nog een keer aan mij verteld. Dus wat er gebeurt met koffie in de praktijk is, dat wordt snel van tafel geveegd. Van ja, dat is te duur, want we hebben een contract, we huren die apparaten. En we kunnen niet zomaar iets nieuws neerzetten, we een contract erover opbreken. Maar lastig. Dus geniet maar van deze kwaliteit. en in dit voorbeeld is nog wel iets ernstiger, want het was een aantal afdelingen die op een hele uitgestrekte verdieping werkt en ze hadden twee apparaten. Nou, ik kan je garanderen, als je twee apparaten neerzet, dan is de koffie niet hetzelfde. En toevalligerwijs werd de koffie van het apparaat dat bij de directeur in de buurt stond, werd als lekkerder ervaren. Ergo, de hele dag een volkswijze, want iedereen liep de hele dag heen en weer. Het is het ene apparaat dat niet gebruikt en de andere wel. En daar werd dus van gezegd, we hebben al een paar keer bekeken of we daar iets aan konden doen. En dat was dus iedere keer met dat leasecontract argument afgesloten. En wij zijn gaan kijken van, wat kost het je nou? Het feit dat 50 man, 4-5 keer per dag, heen en weer lopen. Dat is gewoon in geld uit. Dat is gewoon tijd en geld uit. Nog los van de frustratie van waarom de directeur wel en wij niet. Nou, toen we dat eenmaal voorgecalculeerd hadden, toen was een besluit om uiteindelijk allebei de apparaten eruit te doen en twee nieuwe neer te zetten, wat ook binnen 5 minuten gemaakt. En dus dat belang van we gaan hier iets aan doen en we weten waarom we dit willen bereiken, is voor ons een cruciale tweede stap. En uiteindelijk is dat niet waar het om draait. Dus het helpt, maar van een besluit is nog nooit een idee echt uitgevoerd. Want vervolgens zijn er allerlei redenen, druktes, soms goede redenen, soms zelfs smoesjes om het niet uit te voeren. Dus de kern van de zaak blijft dat je het moet doen. Just do it. Armen opstroven en beginnen, zoals je zei. Wars van wat mensen ervan vinden. En wat we daarin zien is dat het helpt om, zeker als het grote, meeslepende nieuwe bedrijven zijn, of noem maar op, grote, meeslepende ideeën, hak ze in stukken die te behappen zijn. In stukken die in zichzelf al waarde hebben, die tegemoetkomen aan wat je ermee wil bereiken. En begin. Een mooi voorbeeld daarvan komt uit onze eigen sfeer. Wij zijn gehuisvest in een pand waar meerdere bedrijven zitten. En eens in de zoveel tijd hebben we daar een borrel. En zoals dat met borrels gaat, komen daar geweldige ideeën. En gaandeweg de avond worden ze steeds mooier en steeds groter. Dus met die bedrijven die daar zaten, hadden wij het idee van, kunnen wij niet met z'n allen CO2 neutraal zijn? Dan, dat voelt voor ons allemaal goed. Voor een aantal bedrijven zit dat zelfs nog in de richting van waar ze hun dagelijks werk in doen. Dus dat begon heel praktisch, met lampen uit en kijken hoeveel papier je verbruikt. En naarmate de consumpties toenamen, reden we al in elektrische auto's die we met z'n allen deden. Deelden, hadden we het hele dak vol zonnepanelen. En dat is het moment om één vraag te stellen. En ik heb hem net al een paar keer gevraagd. Wat gaan we nou morgen doen? Nou, gegarandeerd duurt de borrel nog een uur langer. Dus daar kan je langer van genieten. En het wordt concreet. Dus toen die vraag door de vakidioten gesteld werd. Daarna werd het idee ook heel concreet, want je hebt met z'n allen heb je het grote geheel omarmd, dat is wat we willen. En wat is nou stap 1? Nou, bij ons werd dat een telefoontje naar de verhuurder, van joh, als nou de laatste bij ons in het pand weggaat, dan zou het zo mooi zijn als hij het alarm erop zet,
dat dan ook alle stroom wordt onderbroken naar allerlei systemen, zodat er geen lampen blijven branden, geen koffiezetapparaten blijven aanstaan en dat soort zaken. En ochtends als de eerste binnenkomt, dat het weer aangaat. Die huisbaas had toevallig iemand 2 weken daarvoor gesproken die wist hoe dat werkte. En dat is nu geïmplementeerd. Dus wij zijn onwijs trots en we vertellen dit verhaal overal, zelfs hier. We hebben gewoon de eerste stap genomen. En dat is wat we aan iedereen kunnen vertellen. En niet alleen dat. Die verhuurder, die heeft dat diezelfde big smile op zich gezicht. Niet alleen omdat hij op deze manier ook zijn bijdrage levert aan die CO2-reductie of dat meer energie-neutraal zijn. Maar ook, en dat is ook weer heel, heel plat, omdat hij naast een elektriciteitsrekening ziet. En het is misschien wel een beetje saai, maar meten is weten. Dus de laatste stap in onze visie, in succesvol met ideeën bezig zijn, is achteraf meten wat het nou werkelijk opgeleverd heeft. Omdat je dan het bewijs rondmaakt. Je bent natuurlijk begonnen in selecteren met een idee voor ogen. Ik ga deze resultaten halen. Door het ook werkelijk te meten, en dat kan met de stopwatch, met de rekenmachine, maar jezelf te dwingen om dat te doen. En we benadrukken dat, omdat wij in zeker in het bedrijfsleven heel vaak zien dat dat niet gebeurt. Er wordt wel heel veel tijd en energie gestoken in de business case vooraf. En die verdwijnt gaandeweg het project in de kast en niemand durft hem ooit meer uit te halen. Uiteindelijk omdat iedereen natuurlijk bang is, maar ja, het heeft niet opgeleverd wat wij vooraf dachten. Maar niet weten is erger dan wel weten. Dan kun je erop sturen. Daarom dat we vinden dat die vierde stap, rapporteren, zo cruciaal is. Dat sluit voor ons ook de cirkel. En hoe sluit die cirkel nou? Want doordat je het meet, kun je ook de mensen op het podium zetten. Kun je ook vieren de successen die je wel bereikt hebt. En dan zie je dat de mensen die betrokken zijn geweest, dat was heel belangrijk bij het uitvoeren van het idee, dat die een schouders richt en vier rechtop lopen. Van kijk, hier heb ik mijn bijdrage aangeleverd. En het allermooiste is, ze gaan dat vertellen. En als je dan die mensen dat tegen hun collega's of tegen mensen in hun omgeving laat zeggen, dan is er altijd wel eentje die opstaat en zegt, oh, maar als jullie dit gedaan hebben, dan heb ik ook nog wel een idee. En dan kom je vanzelf weer bij verzamelen. En dan wordt het een motor. Motortje, positieve spiraal. En die blijft op gaan. Ik weet van die jaren 70 dat gewoon in een gemiddeld bedrijf hing, rond een brievenbus en er stond op ideeën in de bus. Ja, met de kracht wel. Zoiets. Wij hebben zonder iets houden. Ja, precies. Ja, vraag, opmerking. En ik zie dit heel erg ook als ondernemer, zeg maar. Weet je, ik heb een idee, ik kan hooguit zelf op mijn bek gaan. Ja. Dus mij maakt het niet uit, behalve dat ik dan misschien een keer een jaar geen inkomen heb. Ja, dat is een beetje baan, maar de enige die last van heeft, ben ik. Ja. En volgens mij intern in bedrijven, dat is iets waar een van de dingen waar ik me mee bezig hou, is dat het ook een ander besluitvormingsproces nodig heeft. Want ik kom met een idee, hè, ik heb ook in het bedrijfsleven gewerkt, dan kom ik met een idee en dan krijg je ergens een nee. Ja. Maar die nee is niet onderbouwd. En het kan heel goed zijn dat diegene die dus die nee geeft, eigenlijk op basis van vage ideeën denkt van, nou, dit moeten we echt niet gaan doen. Of dit hebben we in de jaren 70 al geprobeerd. Ja, weet je, dit gaan we dus niet doen. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat besluitvormen op basis van consent, dan moet je dus zowel als degene die dus, ik heb een goed projectidee, dan moet ik met goede argumenten komen waarom het een goed idee is. En degene die zegt van, nou, dat wordt helemaal niks, die moet ook echt zich erin gaan verdiepen, want die moet ook echt argumenten geven waarom het niet kan. En er kunnen hele waardevolle argumenten in zitten die niet per se hoeven te betekenen dat het hele project van tafel moet, wat nu dus wel gebeurt. Waarmee je dus heel veel ideeën gewoon weer van de tafel veegt. Ja, hele juiste aanvulling. Komen we daar nog op terug? Want daar hebben ook jullie hulp nodig. Dat is wel een mooie vooruitblik, dankjewel. Ja, en misschien al... Op jouw vraag terug te komen van Ed, wat doe jij nou morgen? Ik ben bezig met een productlancering, dus ik heb nu geen tijd om weer een nieuw bedrijf te starten. Ja. Ik ben bezig om een nieuw bedrijf te ontwikkelen. En morgen ga ik wat telefoons doen om achter een aan te bellen die nog geen antwoorden geven. Dus ik ben... Precies. Dat is mijn eerste stap.
Want een van de succesfactoren is ook gewoon doorzetten, ja, beginnen en dan doorzetten. En ook misschien alvast een verschil met Nederland en Duitsland op jouw vraag. In Duitsland is dit vastgelegd in de cao's. Dus als je daar als werknemer met een idee komt, dan moet jouw leidinggever daarnaar kijken. En op het moment dat hij zegt, ik ga het niet doen, moet hij dat inderdaad heel goed uitleggen. En als hij zegt dat hij het wel gaat doen, dan krijg je als medewerker een deel van de opbrengst ervan. En in Nederland is het wat anders en daar hebben we je hulp zo bij doen. Daarom deed ik het niet. En daar gaan we maar niet even mee doen. Nou, dat is een van de redenen. Ja, dus dit is wat ik jullie, zeg maar, sprekend samen met Michiel wilde meegeven vandaag. Omdat al die kleine ideeën, die maken grote verandering. En die grote verandering, die hebben we nodig. En ik hoorde net al de opmerking van de ideeënbeurs. Dat is natuurlijk helemaal waar. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Alleen hadden die ideeënbussen nogal wat valkuilen voordat ze succesvol werden. En ik ken er niet zoveel. Ik heb toevallig zelf een beetje een obsessie over gedaan. Daar wil ik je straks nog van alles over vertellen. Over ideeënbussen. En nou, meestal zijn ze, ik weet niet, ja, deze ook. Zijn ze behoorlijk afgestoft. En de volgende vraag is, hier zit, dit is volgens mij de enige ideeënbus waar een sleutel in zit. Als je in een bedrijf gaat vragen van, joh, wie heeft de sleutel van de ideeënbus? Heeft niemand een idee. Precies, gevonden voor je. Dus dat is een van de, ja, wat we zien is dat er eigenlijk drie hoofdproblemen zijn met die ideeënbussen. En we hadden gevraagd om mee te praten, dus dat gaan we zo doen. Omdat wij de oplossingen ook nog niet helemaal weten op alle punten die hier staan. Maar ten eerste, die ideeën zijn er morgen nog. Dus als je niet begint, is er niet iets, ik hoorde straks al verborgen kosten, er is niet iets wat echt omvalt. Je ziet het alleen niet. Ten tweede, er zijn heel veel ideeën. Dus als je dan degene gevonden hebt met sleutel en je maakt hem over, dan open, dan zijn er zoveel ideeën die over je heen komen dat je eigenlijk geen kant meer op kan. Dus ja, als je hem helemaal opent, dan moet je ook wel iets. En het derde is dat die ideeënbus vaak eigenlijk van de verstandskant af kan. Ja, we moeten maar een ideeënbus, dan kunnen mensen meepraten en dan kunnen we altijd nog zeggen van, goh, dan moet je ze uitwerken, maar dan zijn we er ook vanaf, zeg maar. Dus dat was bij veel ideeënbussen de achterliggende gedachte, in plaats van dat je het echt wil en ziet dat je aan de ene kant heel veel problemen van de werkvloer oplost, dus het is goed voor je bedrijf, en aan de andere kant dat je de mensen er enorm trots mee maakt. En dat zijn de vragen die we ook proberen op te lossen. Dus daar wilden we graag vragen of dat jullie daarin mee willen denken. En een van de dingen, dan komen we terug op jouw vraag. Hoe krijgen mensen nou zover dat ze vandaag ermee gaan starten? Wat zijn nou redenen? Ja. Erbij betrekken. Ja? Wie erbij betrekken? Die mensen zelf. Ja. De mensen die met het idee komen? Het is een kwestie van management. Ja? Als iemand anders een idee lanceert en je betrekt de rest van de medewerkers er niet bij, dan is er ook geen consensus. Ja, dan voelen ze er eigenlijk niet bij betrokken en dan zijn ze ook niet genegen om er iets mee te doen. Dus eigenlijk betrekken bij het uitwerken van het idee. Ik hoorde jou al zeggen, ook bijna bij de keuze van wat gaan we nou doen. Ja, de onderbouwing, zowel van de ja als van de nee. Ja. En kijken waar de waardevolle overlappen zitten. Want een nee kan ook met een kleine aanpassing van het idee, kan de nee gewoon volledig into account genomen worden. Ja, ja, meegenomen worden in het besluit. Ja, en dan is het eigenlijk een nee, maar met een kleine aanpassing is het gewoon een ja, zeg maar. Maar het wordt een nee, omdat iemand van zich. Ja, je ziet ook vaak het ene idee maakt de andere idee, dat wordt een enorm idee. Vragen wat ze ervan vinden. Ja? Ja. Help ons dit te realiseren. Ja, bijdragen in de realisatie. Deze, ja. Ja. Ik weet niet waar het op aansluit, maar bij het bedrijf waar we werken, los op een bepaald moment los het budget en de ruimte om een idee te gaan uitwerken. Ja. Dan hebben we die ideeën die we in die ruimte kunnen gaan doen. En dan werd ook best idee uit kunnen komen. Ja. Maar zoiets kun je natuurlijk ook
elk jaar terug laten komen. En dus alvast zeggen, er is geld en het is tijd die je mag besteden als je gewoon een goed idee hebt. Dus de resources beschikbaar maken. Ja, je weet al, het is niet van die een idee in en misschien gaan we mee aan het pak. Nee. Als het het beste idee is, dan gaan we mee aan het pak. Ja, is het al dat je een structuur creëert waar je die ideeën altijd landen? Ja, nou, dat is een idee hoe je het kunt inkrijgen. Klinkt als faciliteren. Ja. Zorgen dat iemand die het idee heeft ook het zelf uitwerkt feitelijk. Ja, dat is wel idee. Ja, nou, op een gegeven moment kwamen dus meer mensen kwamen met hetzelfde idee. En dat was kennisborging binnen het bedrijf. En toen is daar een projectgroep, is daar mee aan de slag gegaan. En het intranet is ontstaan. Ja, en het punt wat mij ook opviel in jouw beschrijving, is dat je een specifieke richting meekreeg. Dus in deze richting het idee. Het was wel van hoe kunnen we het bedrijf en de samenwerking verbeteren. Ja, precies. Hoe voelde dat voor jou? Goed. En dan heb ik ook iets van, oké, als ik er iets had gesteld, dan is er een kans dat we aan de slag gaan. Wij zien heel veel uitstelgedrag. In de zin van, leuk, maar bloedspoed heeft het niet. Dus die boze klant belt wel vandaag. Of dat product moet vandaag wel uitgeleverd worden. Terwijl de ideeën er morgen ook nog zijn. Ja. Hebben jullie ervaringen van bedrijven die wel vandaag gestart zijn? Ja, ik wil Google noemen. Die hebben natuurlijk een dag in de week of zo 20% van je tijd innovatief bezig zijn. Ja. Ja. En dat niet meer inderdaad. De betrokkenheid van het management. Niet meer, zei je? Nee, dan zijn ze. Ja, je mag nog wel 24 uur besteden, maar je eigen tijd. Oh, dus, okay. Ja, dat is jammer. Ja. Had je net gesolliciteerd bij Google? Ja, je zei nog een tweede. Ja, een betrokkenheid management. Net zo goed als de mensen, het moet gewoon gedragen zijn. Ja, want wat die 20% tijd is, voor mij faciliteren. Nou, je creëert een publiek hebt. Ja. Je werknemers hebben een idee, dus ergens een publiek hebben. Ja. Als je nou gewoon een briefje op de leidinggevende deur hangt, zegt idee, vraagteken, ja, waarom, wat dan? Nou, dat die werknemer automatisch al onderbouwt. Nou, en daaronder moet de werknemer zeggen wat hij ervan vond. Ja. Dus eigenlijk een soort vast termijn van hoe je het aanlevert. Misschien niet een ideebus, maar een persoon ervoor verantwoordelijk maken. Mm-hmm. En die ook. De chief ID officer. En die er dan ook maar aan het einde van het jaar gewoon hebt. Of je mee heeft binnenkregen, wat heeft hij mee gedaan. En ook een CIO. Ja. Chief ID. Ja. Het ligt ook al een soort bedrijf misschien. Kijk, Google en iPhone, dat zijn ideebedrijven. Als je zijn gewend om om te gaan, ga je naar een boerenbedrijf en je komt met die ideeën en zeggen ze, joh, we doen het al 100 jaar zo. Aan de andere kant, dat vind ik wel mooi dat je die deur opent. Want heel vaak, als je vraagt van waarom vandaag niet starten, dan is er een antwoord en dat is typisch een managementantwoord. Want we hebben al grote programma's, wij zijn al bij. In onze mooie ivoren toren, wij weten precies waar we naartoe gaan. En die medewerker een beetje gerommel in de kantlijn, geneuzel. Terwijl wat wij zeggen tegen de organisatie van, geef ons jouw ideeën, of de ideeën van je medewerkers, en wij vertellen je wat voor organisatie je bent. Want wat je in praktijk ziet, en dat is frappant, dat het management vaak ten onrechte denkt dat de medewerkers niet weten wat de allergrootste uitdagingen van het bedrijf zijn. Als wij met een organisatie aan de slag gaan die bijvoorbeeld een kostenprobleem heeft, we noemen net verborgen kosten, dus waar het management heel erg bezig is met kostenreductie, en je gaat aan de medewerkers vragen, een open vraag, als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou jij veranderen, dan 9 van de 10 keer komt er een idee dat te maken heeft met kostenreductie. Zonder dat je daarop stuurt. Dus onze ervaring is dat het management ten onrechte denkt dat die medewerkers niet bijdragen aan hun hogere doelstelling. Maar wat ze daarmee missen, sorry, ik maak even mijn zin. Ja? Wat ze daarmee missen, is die verrassende blik op de werkelijkheid. Dat is een hele rare wending dan krijgen. Ja, exact. Ik weet uit ervaring op een verkoopteam. Daar liep het echt helemaal uit de klauwen vandaan.
steeds meer klachten en klachten over leveringen die niet op tijd kwamen. Klanten van, het was op een gegeven moment spoed, je had bloedspoed en superbloedspoed en die was al bijna dood. En ja, er moesten mensen bij op die afdeling en daar is op een gegeven moment vanuit de afdeling is er een idee geboren en we hebben daar in die fabriek, een fabriek in de fabriek gebouwd. Ja. Een soort short order line. En gewoon gezegd tegen, nou we hebben dus klanten die hebben levertijd 4 tot 6 weken, maar die kunnen er niet op wachten, want die schepen liggen in Rotterdam en die moeten weg. En we hebben in de fabriek een soort short order line gemaakt van mensen die heel het project zelf konden betrooien. En we zeiden tegen de klant, wil je het in 3 dagen hebben, dat kan, kost je 150% van de normale prijs. Ja. En we zorgen dat het gebeurt. En dan werd die short order line ingezet. En er werd een heel klein pakket van het totale pakket werd er neergelegd, van dit is het en niet meer. En er werd dankbaar gebruikt en er werd een rendement opgewaakt dat je benieuwd van. Dat is exact het voorbeeld wat wij... Maar voordat het management dat slikt, dat is ook onze aansporing. Als je merkt bij een organisatie dat je daar zelf zit of dat je daar wat van andere redenen ook mee aan de slag bent, vraag die manager, gewoon, ga eens bij je medewerkers aan tafel zitten. Gewoon aan de kantinetafel en vraag ze eens wat zij zouden doen. En voor je het weet, zit je in verzameling. Dan heb je een enorme lijst van ideeën. Ja, want die mensen die precies soms, uit jouw voorbeeld. Soms niet eens vragen en soms is er gewoon bij gaan zitten en luisteren waar ze het over hebben. Ja. De meeste werknemers binnen bedrijven hebben het over de dingen die niet goed lopen in bedrijven. Ja. Die hebben ideeën over hoe ze dat beter kunnen. Weet je die alvast opschrijven voor de derde? Ja. Gewoon ernaast zitten en vragen. Dus voor de. Voor de derde challenge. Ja, je moet vooral waarderen wat mensen doen. Dus er ook echt voor bedanken en heel serieus nemen. Want dat maakt dat die stroom van nieuwe ideeën blijft komen. Omdat het inderdaad gewaardeerd wordt. Als je toch een beetje het gevoel krijgt, dan ken ik je idee bij die directie komt. Dan zeggen we, nou nee hoor, dat gaan we niet doen. Gedoe of te duur of weet ik veel. Dan ga je nooit meer. Nee. Maar als je heel serieus ermee omgaat, dus precies. Mensen waarderen. Ja. Van hoog tot laag, hè, van zeg maar de schoonmaker binnen het bedrijf. Daarmee blijft die ideeën ja. Komen. En de schoonmakers binnen het bedrijf hebben geweldige heel ideeën. Belangrijk. Want die zien precies wat er ja. Is. Ja. Die horen, die zien en horen al. Ja, zeker weten. Gaan we door naar de tweede. Gaan we door naar de tweede? We gaan door naar de tweede. Ja. Ik vind het een hele mooie handvatten inderdaad. Van het uitstelgedrag en wat er dan nodig is. En vervolgens, er zijn zoveel ideeën, waar begin je nou mee? Dus we hebben straks de stap selecteren al gehad. We merken dat waardebepaling, en eigenlijk ook precies wat jij zegt, van joh, op het podium staan van voor eerdere succes, gewoon laten zien dat het werkt. Want we hebben natuurlijk, als management, hebben we behoorlijk wat ideeën afgeserveerd of afgewimpeld. Of zoeken, ja, kan het niet eens uitwerken voor me, wat eigenlijk... Gewoon een smoesje is om het niet te hoeven doen natuurlijk. Zolang je mensen niet faciliteert om het wel te gaan doen. Wat zijn dingen die jullie tegenkomen waarvan je zegt van nou, als dat nou gebeurt, dan start het makkelijker. Ja. Ja, ik zat hier bij dit metriek die bij het bedrijf werd gebruikt was, je hebt allemaal problemen. En die ga je met oorzaak en gevolg met elkaar in verbinding brengen. En dan zie je dat onderaan, komt dat als een soort van boom bij elkaar, daar staat één probleem wat eigenlijk al die andere problemen veroorzaakt. En als je die dus weghaalt, is ook de rest van de boom als het eigenlijk op zoek naar de... Of stort je bedrijf. Ja. Maar eigenlijk op zoek naar de oorzaak, zeg jij. Ja. Dat is het belangrijkste probleem. De ultieme bron. Ja, de kernprobleem. Ja. Ja, ik ook moeilijke en makkelijke projecten parallel laten lopen en starten, zodat je dus aan de ene kant de makkelijke projecten het laag hangende fruit en misschien dat het dan niet zoveel oplevert, ja. Maar in ieder geval dat je een trots kan delen met z'n allen en parallel dus met een wat weer motiveert om het parallele moeilijke project, ja. Probleem, weer op gang te houden. Ja, dat is echt heel belangrijk, denk ik, inderdaad. Want dan leef je van succes naar succes. En dat is altijd prettiger dan dat je heel lang wacht op iets wat wel kan slagen of niet kan slagen. Wat met grote projecten vaak. En de andere kant is ook dat je ziet wie erop staan.
in zo'n traject. Want dat dus maar één ding zeker, dat hangt niet af van je salaris en ook niet van je functieomschrijving. Dat is meer wie jij bent als mens in dat soort trajecten, hoe je daarin participeert. Dus inderdaad, die korte stukken en parallel de lastige dingen, dat is ja, heel herkenbaar. Zijn er nog meer dingen op dit punt? Dus wat heb je opgeschreven, Michiel? Dat zoeken naar het kernprobleem, het laaghangende fruit opzoeken. Wij zien heel vaak bij managers, dat zijn uiteindelijk diezelfde die eerst dat eerste zetje moeten geven. Een soort veranderangst. Van ja, ik heb al mijn bordjes en ik, het gaat net goed. En dan komt er ook nog iemand tussendoor met een idee. Oh! Wie houdt die potjes in de lucht? Ik heb de ruimte om met dat idee aan de slag te gaan. Ja, maar je hebt een probleem, dan denk je dat het. Maar ja, daar werd net ook gezegd van ja, werk het maar uit. Mm-hmm. Dat is dodelijk. Ja. Want dan voelt iemand namelijk, ja, het kan nog erger. Want dan heeft de manager gezegd, voer het maar uit. En dan komt iemand een week later terug, ik heb het uitgewerkt. Ja. Dan denkt die manager helemaal, ja, maar dat was niet. Ja. Heb je dat niet gehoord wat ik zei? Dat ik je nooit meer terug wilde zien. Ja. Dus dat is waar. Hè? Dus dat vaak te snelle primaire reactie, die onderbouw je inderdaad door te kijken naar waarom doe ik dit. Dus weet ik goed wat ik hiermee wil bereiken? En neem ook zelf, denk als medewerker heb je daar ook een plicht om je af te vragen, ja, mijn idee is hartstikke leuk, maar hoe draagt het nou bij? Ja, welke vlak? Als je neemt het serieus al. Ja. Dus het is een idee waar dat. Nee, serieus, je gaat zeggen, nou, gaan we naar het vak. Ja. Maar daar komt uit, oh, nou ik er verder over nadenken. Ja. Komt er niet uit. Ja. En hoe gek ook, maar scherp. Maar wel de ruimte geven, dat laat ik ook zeggen. Niet zeggen, ja. Die eigen tijd maar goed. Nou, ja. Je mag er deze week zo goed gaan. Ja. Ja. Ja, precies, dat linkt aan wat ik wilde zeggen inderdaad. Heel bewust selecteren. En maar een klein deel van die ideeën door laten gaan, zodat je die successen hebt en dat die stroom op gang blijft, is veel belangrijker dan die ene keer per jaar van al die ideeën de beste gaan uitvoeren. Ja. Inderdaad, je hebt zowel als mens als bedrijf heb je het meeste baat bij een continue stroom. En dat brengt me eigenlijk op dat laatste dilemma. Hey, hoe wordt het nou cultuur? Dus ik hoorde net al inderdaad, nou ja, weet je, proberen de afstand tussen management en medewerkers te overbruggen. Zijn er nog andere dingen? We zoeken, nou ja, zoals ik al zei, we zoeken echt naar de sleutel voor dit soort dingen. Omdat we geloven in die kracht van onderaf, dat je daar het verschil kan maken. Hoe zorg je dat het blijft? Want één keer, ja. Dat lukt vaak wel. Ja. Je kan budgetruimte geven. Beloning tegenoverstellen. Ja. In welke vorm zou dat aanspreken? Ja, dat kan zijn in het product zelf, of dat kan ook financieel zijn, of ja. Allerlei vormen. Ja, trots maken, mensen op het schild, huizen. Een soort beloningssysteem. Ja. Ik dacht dat wij plat waren met waarde betalen. Ja. Medewerker van de maand. Medewerker van de maand? Ja. Ja? Is een vorm van trots maken, denk ik. Ja. Mensen op het podium bewust in het zonnetje zitten. Ja, sample juist niet. Ach, als het er zo naar toe komt. Maar als je het zo moet promoten, zit er dan wel wat in voor de medewerkers. Volgens mij als er echt wat in zit en het gewoon echt een goede verandering is die echt dingen makkelijker maakt. Ja. Nou, dan ja, een keer te integreren. Ja, zeg maar. Dan mogen ze wel eens een bonus voor krijgen dan. Het kan zomaar, dan met een kleine aanpassing, dat de productiestroom zoveel goedkoper wordt. Ja. Maar wie moet dan de bonus krijgen? Nou, de aandrager van het idee. Oh, okay. Jaren geleden was het zo'n reden. En als dat toevallig de schoonmaker is, ja, de schoonmaker. Ja. Jaren geleden was het hoog over vast. Hier wordt gezegd dat wat het oplevert moet ook weer terugkomen bij de medewerkers. Dat was jaren geleden bij de Hoogovens zo. Daar werden alle ideeën, alle uitsparingen en winsten die erbij gemaakt werden, werden verzameld in een pot en dat werd onder de werknemers verdeeld. En de verdeelsleutel na te verdienen. Ja. We hebben twee ervaringen die aanzetten. Dit is een hele
ja, bijna financiële manier waarop het terugkomt bij de medewerkers. Wat daarvoor nog veel meer aanspreekt voor de medewerkers, is dat de ideeën die zij indienen, en het is in lijn met jouw opmerking over die verkoopafdeling, zij verzinnen iets wat hun eigen werk leuker en prettiger en efficiënter en grappiger maakt. Dus het feit dat dat gebeurt is al de eerste stimulans. Ja. En wij merken dat het cultuur wordt eigenlijk door dat aspect wat Mark net ook al noemde, van mensen die goed zijn in organisaties te helpen ideeën tot over de finishlijn te brengen, kun je niet identificeren aan hun salaris, niet aan het aantal jaren dat ze in dienst zijn, niet aan een functietitel, niet aan de grootte van de auto. Die kun je wel identificeren door hiermee aan de slag te gaan. En als vanzelf gaan die mensen opstaan. Die beginnen wat schuchter en denken, nou, ik wil wel een keer meehelpen. En op een gegeven moment merk je dat de trekkers zijn. Die mensen moet je... Er is een heel mooi voorbeeld bij 3M. Hè? Ik weet niet of jullie de droogloopmatten van 3M kennen. De schoonloopmatten trouwens, niet de droogloop, de schoonloopmatten. Dat ziet eruit als een soortje spaghetti, platgetrapt en dan loop je overheen. Je schoenen zijn er 3-4 keer stappen zijn schoenen schoon. Dat is per ongeluk ontdekt door iemand die kunststof draaide bij 3M. En die had al dat draaisel had hij daar langs de werkbank liggen. Nou, liep er steeds door. En toen onder de middag ging hij naar buiten, vieze poten, en hij liep er overheen. En zag dat al dat vuil van zijn schoen afhaalde. Dat is gepatenteerd door 3M en al dat geld vloeide terug naar de werknemers. Ja. Moet je kijken wat er ideeën daar terugkwamen uit. Ja. Die mensen die waren allemaal gebrand om dat lumineuze idee een keer te hebben. Ja, en moet je kijken wat dat met de mensen doet. Ja. Maar 3M die vangt er een goede cent op, want die doet niets anders dan die matten verkopen. Nee, een heel mooi gesprek wat ik met iemand had die inderdaad een idee had voor zijn bedrijf. Dat is uitgevoerd. Die zei, dat is van een kop, wat ik altijd toch al zeg, maar... Dus ik wil vrijdagmiddag zonder daar wat mee te drinken. Oh, dat vind ik wel belangrijk. Ja, en bijna goed. Daarom ga ik naar de afronding toe. Maar die zei tegen mij, Mark, ons bedrijf is de afgelopen 1,5-2 jaar zo gekrompen en het ging helemaal niet goed. Ik ben helemaal niet meer trots. Ik heb niks meer verteld over mijn bedrijf de afgelopen tijd. En de laatste, het weekend ervoor, had hij een verjaardagsfeest gehad. En had de hele avond zitten vertellen over zijn bedrijf. Er kwam dat één idee wat hij verzonnen had. Was niet door hemzelf uitgevoerd, maar door andere mensen. En één idee van iemand anders was hij bij betrokken geweest, omdat hij daar de expert in was. En zei, ik heb de hele avond zitten vertellen. En dat is precies wat het met mensen doet. Dat is het vuur, hè? Ja, je hebt de bijdrage. En het is charmant in zijn eenvoud. Ja. Ja, precies. En de essentie is gewoon doen. Ik denk dat je een cultuur kunt maken door het niet in een officieel jasje te gieten van we gaan één keer per maand de hei op en te plukken in. Maar vaak is veel het meer in het koffiezinkje in het zoeken. Wij zeggen ook stop met brainstormen. Het heeft geen zin om nog meer ideeën toevoegen. Die enorme klimaat, ideeën die er al zijn. Creëer ook een klimaat waar het zaadje kan groeien. Want vaak hebben mensen een goed idee. Maar als het klimaat eromheen niet goed is, dan wordt dat zaadje niks. Precies. En een van de scherprechters daarin is bewust kiezen welke je gaat doen. En zorgen voor die continue stroom van succes. Het laatste punt wat ik jullie mee wil geven is afgelopen vrijdag, waar wij ook samen, gelukkig, op een congres voor duurzame scholen. En daar zaten allerlei mensen die van alles doen op scholen, maar met duurzaamheid. En die zaten allerlei ideeën. Ik denk dat de dagvoorzitter was Lisa Reet en die is presentator bij het Klokhuis. Dus die zei op een gegeven moment, jong Mark, hier zitten allemaal mensen in het park. Zullen we eens even naar school gaan? Dat is natuurlijk haar passie. Dus vervolgens zijn we naar een school in de buurt gegaan en omdat zij erbij was, al die kinderen kenden, dus we konden gewoon naar binnen. We hebben daar met leerlingen zitten praten. En wat je, die hadden echt in no time hadden ze idee. En wat daar opviel waren eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat toen we vroegen om duurzaamheid ideeën, dat ze echt met sukke ogen zaten te kijken van wat is duurzaamheid. En toen zei je van... Wat heb ik eraan? Ja, precies. En vervolgens toen vroeg van, wat zou je nou morgen anders doen, kwamen er alleen maar duurzaamheid ideeën. Dus het zit bij die generatie gewoon al in hun hart. Ze zijn niet belemmerd door kennis. Precies, en dat is een voordeel. Want het voordeel was dat ze... En vaak afgezeten. Dat scheelt ook. Ja, misschien ook wel. Ze zijn dan niet beperkt. Nee, dat klopt. En het voordeel is dat ze dus met hele praktische dingen kwamen.
een gegeven moment zei een meisje van, waarom maken we onze, de ingangen van onze fietsenstalling niet groter? Dus wij zaten als volwassenen zo te kijken naar duurzaamheid. Blijkbaar kwartje toch nog niet zo goed gevallen. Maar dat was dus wel zo. Want ze zei, ja, iedereen komt het laatst worden op school. Al die fietsen die hopen zich ook voor die ingang. Maar mijn vriendinnetjes die met de brommen komen, die zetten de brommer op het schoolplein. Die lopen zo de les in. Die hoeven geen briefje te halen, die hoeven zich niet meer te melden. Dus als ik een beetje krap zit, dan pak ik de brommer. En zo kwamen er echt fantastische ideeën. Ik zit er helemaal vol van, dus ik kom zo gerust langs. Als je dat vergelijkt met de ideeën die op dat congres waren, werden bedacht, die waren in de basis ook goed. Alleen je ziet dat daar veel meer de mentale staat is. Maar joh, wat kan er? Met wie moet ik samenwerken om mijn volgende doel te bereiken? En eigenlijk heeft dat kind heeft die volwassenen nodig in ervaring. Want zij weten helemaal niet wat er technisch mogelijk was. Je hoeft ze maar een vinger te geven van wat er technisch mogelijk is. En ze verzinnen van alles. En die volwassenen, die heeft dat kind nodig. Die heeft die blik zonder beperkingen kijken is nodig. En wou je nog wat zeggen, anders ga ik daar een filmpje over laten. Nee, volgens mij gaan we afvallen. Ja, gaan we afvallen. Daar gaat het laatste filmpje over wat ik jullie mee wil geven en dan gaan we naar de borrel. Je bent wie creatief wanneer je 5 jaar bent. Je stelt de hele dag vragen, je lacht om alles. Maar op school moet je stil zijn en mag je vragen stellen als je je vinger opsteekt en je beurt netjes afwacht. Je leert je dan al te conformeren, je aan een norm te houden, normaal gedrag te vertonen. Je wordt steeds minder jezelf en je vormt je naar het gemiddelde. En tegen de tijd dat je 8 bent is je creativiteit gehalveerd. Je spiegelt je aan je omgeving en als beloning pas je prima in een vakje. Bij dat vakje past vervolgens een functie, met een beetje geluk vind je later ook nog een baan. Maar met die baan komt ook een manager, een proces en een organisatiedoelstelling. En in ruil voor je maandelijkse doping, ook als salaris genoemd, moet je terug willen offeren. Een offer in je autonomie, een offer in je bewegingsvrijheid, eigenlijk een offer in je persoonlijke ontwikkeling. Werken gaat daar blijkbaar niet over jou als individu, maar over jou als onderdeel van het collectief. Ja, de neus moet er wel dezelfde kant op staan. Rond je 44ste bereik je een staat van terminale serieusheid. Je hebt je creativiteit en je unieke eigenschappen voorgoed ingeruild voor conformiteit en structuur. Een structuur die voorspelbaarheid belooft. Een structuur die rust en regelmaat biedt. Een structuur die fouten voorkomt en variatie minimaliseert. Een walhalla van turfsmurfen, vinkvee, maar vooral verslaafkoppen. Want structuur versuft en wordt onopgemerkt voor werkelijkheid aangezien. Creativiteit gedijt echter bij onvoorspelbaarheid, chaos en diversiteit. Daar geldt waar 2 neuzen dezelfde kant op staan, is er eentje te veel. We moeten organisatie dus vervangen door zelf organiseren. Niet alleen plannen en vergaderen, maar vooral doen en ondervinden. Zelf actie ondernemen, eigen keuzes maken, anders leren, anders leren werken. Uit je comfortzone stappen, fouten durven maken en dus experimenteel vaststellen wat wel, maar ook wat niet werkt. Confucius zei ooit, geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken. Nu is het, doe het werk wat bij je past en je hoeft nooit meer te werken. Doen is immers nog altijd de beste manier van denken. Dus improviseer. Doorbreek je vaste gewoontes en overtuigingen. Het ergste is namelijk niet dat je iets niet weet, maar dat je denkt het zeker te weten. Onderzoek, vraag, struikel, faal en doorbreek vooral je routine. Want 1 ding is wel zeker. Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. Verschil tussen het kind en de volwassenen en de aansporing doen. Dank jullie wel voor de bijdrage. Thank you.